Ja, je hebt nodig een geodriehoek sowieso. En het is ook wel handig als je ook een passer hebt bij deze som. Regelmatige vijfhoek. En dan gaan ze vragen. Moet je vragen over gaan maken. En je moet straks zelf eentje gaan tekenen. En ja, vind ik heel leuk. Alleen bij mijn geo met mijn passer is soms nog handig. Maar in het papier vind ik het heel leuk. En daarvoor ga ik je even iets laten zien hoe dit nu eigenlijk in het algemeen werkt met zo'n vijfhoek. Als je nu kijkt naar deze vijfhoek, en ze zeggen eerst bereken de kleinste draaihoek. Regelmatige vijfhoek wil zeggen alle hoeken zijn even groot en al die zijdes zijn even lang. Dat is een regelmatige vijfhoek. Nou, nu zeggen ze bereken de kleinste draaihoek. Dan ga je kijken hoe vaak kan ik hem ronddraaien dat hij op zichzelf valt. 1, 2, 3, 4, 5. Dus 5 keer draaien. Dus dan krijg je als draaihoek 360 graden. Gedeeld door 5 is 72 graden. Dat is de kleinste draaihoek. Dan valt hij voor de eerste keer op zichzelf. Ja? Dus, en waarom is dat nu handig om te weten? Oh, dan ga ik iets te veel wissen. En waarom is dat nu zo fijn om te weten? Nou, als je nu weet dat de kleinste draaihoek 72 graden is, dan weet je dus dat. Oh, is dat wel heel dik? Dan weet je dus dat. Deze hoek, die kleinste draaihoek 72 graden is. En dan kun je hem tekenen. Als je weet hoe lang deze stukjes zijn, dan kun je hem tekenen. Ga ik nog iets laten zien. Ik ga hem op twee manieren doen. Ik ga een manier doen, is dat je steeds 3 centimeter tekent, een hoek van 72 op, weer 3 centimeter. Weer een hoek van 72 erop en weer 3 centimeter. Want hier moet je met 3 centimeter tekenen, hè? Weer een hoek van 72 en weer 3. Weer een hoek van 72 en weer 3. En dus deze automatisch ook 72. Dat is een manier. Nu kun je ook zeggen dat je je passer hierbij gebruikt. En dat ga ik zo laten zien. Ik ga eerst even het beginnetje laten zien. En dan laat ik even zien voor degene die zeggen ik heb geen passer of ik wil het niet met een passer doen. Nou, je tekent eerst zo 3 centimeter een lijn. En deze lijn die gaat van D naar M. Dus deze heb ik nu getekend. Deze hoek is 72 graden. Dus ik ga hier een hoek op tekenen van 72 graden. Nou, wil je weten hoe dat moet, dan moet je even het filmpje kijken met hoeken tekenen, hoe het ook alweer zat, hè? Nou, hier komt zo meteen het hoekpunt. Aan de andere kant begin ik met tellen en dan pak ik natuurlijk de 10. Want we gaan niet met 170 beginnen met tellen. We beginnen met 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. En dan zet ik bij 72 een puntje, 72 graden. Dan kan ik hem zo tekenen. Maar ja, de vraag is, ja, is niet helemaal oké, maar de vraag is hoe lang nu precies? Ja, 3. En jullie kunnen met je geodriehoek dan gewoon zo'n 3 afmeten. Ik kan dat niet, want mijn geodriehoek die maten kloppen niet met mijn hokjes. Maar ik zou hier wel kunnen zeggen, oké, ik moet dit stuk daar afmeten. Dus dan zit ik ongeveer. Dan moeten jullie heel precies doen, hè, maar dat gaat bij mij gewoon echt niet. Daar. Nou, het getekend? Nee, denk ik. Daar. Ik neem even vanaf een afstandje aan laten komen, dan kan ik het wel tekenen. Zo, daar zit hij. Nou, dus dan, wat heb ik nu getekend? Kijk, en dan ga ik straks hier weer een hoek op tekenen van 72 graden. Dus hier kan ik eigenlijk weer een hoek op tekenen van 72 graden. Dan gaan we nu, gaan we. Dus ik ga nu nog niet dit zo tekenen. Zo. En dan netjes, dit stukje ga ik nog niet tekenen. Ik wacht er eventjes mee. Ik ga even eerst al deze spaken, zeg maar, tekenen. Al deze spaken. Nou, en ik heb hem nu opgemeten en ik weet hij moet 3 zijn. Dan ga ik hier ook weer een hoek op tekenen van 72 graden. Dan zet ik weer een puntje. Hoppatee. En dan teken ik hier weer een hoek op van 72 graden. Zo. Dan teken ik hier weer een hoek van 72 graden op 10, 20, 30, 40, 50, 60. Kijk, en dus hoek tekenen het probleem, moet je gewoon dat filmpje even kijken, hè? En ik moet eerlijk zeggen, ik teken dus eerst al die spaken. Zie je dat? Ik teken ze gewoon lekker lang. Zo, ik teken even al die spaken eerst. En dan teken ik hier ook weer een hoek van 72 graden op. Dan kom ik daaruit.
Zo. En wat heb ik nu getekend? Ik heb nu deze lijn langer getekend. Ik heb deze lijn langer getekend. Deze lijn langer getekend. En deze lijn langer getekend. Deze heb ik helemaal precies getekend. Zo, hier zit D. En hier zit M. Nu heb ik een poppetje. Nou, en waarom heb ik deze nu langer getekend en nog niet meteen gedaan? Dat ik zo meteen in één keer al die hoekpunten kan vinden. Die truc ga ik zo meteen laten zien. Of dat handigheidje. Wat nu als je dat niet zeg maar. Geen passer hebben. Ik ga straks met de passer laten zien. Wat doe je dan? Nou, dan weet je, oké, dan moeten ze allemaal zo 3 centimeter zijn. Ja, en 3 centimeter, 3 hokjes, is bij mij 5,7, dus die zal daar. Oké, dan pak ik hier. Dan zal die bij mij hier. Daar zitten. En dan zal die. Nou, dat is net eentje. Zo. Ik krijg hem niet helemaal precies getekend hoor. Dat ligt aan mijn materiaal van mijn programmaatje. Hè? Zo. En dan zet ik daar ook. Nee, dat is te vroeg. Daar. En dan loop ik hem even na houden. Ja. Ja. Redelijk, ja. Nou, nu heb ik dus aangegeven precies waar deze stukken zijn. Wat heb ik nu gedaan? Deze is 3. Deze is 3. Deze heb ik 3 afgemeten. 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 En nu kan ik gewoon in één keer. Ik open steeds iets wat ik niet wil openen. Maar gelukkig zien jullie dat niet. Zo. Nu kan ik in één keer. Van D, deze is precies 3. Deze is, dit stukje is precies 3. Dit stukje is precies 3. Dan is het zo. En dan kan ik hem zo. En dan zo. Hij zit hier niet helemaal goed, zie ik nu. En nu heb ik dus een regelmatige vijfhoek getekend. Hier is het beste gepriegel, met die steeds zo die 3 zo afzoeken. Nou, en nu kom ik bij mijn stukje met. Hoe kun je dit nu doen met je passer? Nou, de straal. Ik ga het anders laten zien. Als ik nu mijn passer zou pakken. En ik zou die eerste kon ik gewoon doen. Hè, dat is 3 hokjes. Nou, dan is dit ook 3 hokjes. Ja, ik zie nu dat ik hem niet helemaal goed heb getekend. Dan is dit. Dat is maar des te meer een voorbeeld dat je echt weet met passen kunt doen. Dit is ook 3. Dit is ook 3. Dit is ook 3. Dit is ook 3. Dus wat ik hier eigenlijk kan doen. Is, wat ik ook had kunnen doen, is dus een cirkel tekenen. Op het moment dat ik die cirkel heb getekend, dan weet ik precies waar op die lijnen die ik heb getekend, kijk, dan doet hij eigenlijk precies hier die 3 afmeten en hier ook die 3. En dan weet ik dus precies waar punt C ligt. En dan ligt hier punt B. Dan ligt hier punt A. Niet omdat deze daar zo loopt, maar omdat. Dit 3 is. Dus als je dan dit hebt getekend. En dan, deze moet eigenlijk ook weg, maar voor laat ik even zitten, want anders blijf ik bezig. Zo. Dan kan ik dus deze hiermee verbinden. Deze hiermee verbinden. Deze hiermee verbinden. Deze hiermee verbinden. Want die straal is 3. En alle punten op die cirkel liggen dus 3 van M af. Dus ook die langs deze stokjes gaan die ik al getekend heb. Langs de spaken. Dus een andere manier. Of een manier is dat je zegt. Ik teken eerst echt één stukje van precies 3. Dan teken je één zo'n hoek. En deze kun je al meteen 3 tekenen. Maar je kunt ook zeggen, ik teken hem gewoon wat langer. Ik teken gewoon die hoek. Hier teken ik nog een hoek van 72. Hier teken ik nog een hoek van 72. Hier teken ik nog een hoek van 72. En dan tot slot teken je een cirkel met straal 3. En dan heb je al die punten te pakken. En dan kun je hem gewoon zo verbinden. Dat was deze aanpak. Een andere aanpak is dat je zegt: ik teken gewoon deze van 3, een hoek van 72 graden, deze 3. Deze teken ik en dan kan ik deze zo steeds verbinden. Teken je iedere keer een hoek van 72 graden op, maar je tekent ook meteen die andere kant 3. Wat moet je nu niet doen? Dit stukje is niet 3. Wat is dan wel 3? Deze zijn 3. Maar deze niet. Ja? Nou, dan gaan we naar de volgende. Poeh, wat een klus. Nou, ik heb
het net laten zien, hè, hoe het werkt. Nu zeggen ze teken een regelmatige negenhoek. Waarbij de afstand van het centrum tot een hoekpunt 3 is. Ja, daar zul je een negenhoek moeten tekenen. Nou, en een negenhoek, hoe ziet die er nu uit? Ik weet niet of ik nog mijn plaatje heb. Ik denk het, of is het een achthoek? Nee, het is een achthoek, dus jammer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Een achthoek, dat dacht ik al hoor. Nou, een negenhoek, ik kan dan het eindplaatje laten zien. Kijk, die gaat er strakjes zo uitzien. Dat is een regelmatige negenhoek. Nou, wat moeten we dan weten? Als we zo een regelmatige negenhoek hebben, zo, dan moeten we eigenlijk weten van één zo'n stukje, van helemaal rond, hoe groot is die draaihoek? Nou, bij die vijfhoek deden we gewoon 360 gedeeld door 5. Hè, weet je dan nog? Dus bij die negenhoek, wat zal je dan hier moeten doen? Bij die negenhoek zal je dus moeten doen, die 360 is helemaal rond. Nou, hij heeft 9 hoeken. En van ieder hoekpunt zo valt hij op zichzelf bij een vijfhoek. Zo werkt hij ook bij een zeshoek. Dus dit was 360 gedeeld door 5, want het was een vijfhoek. Dus bij een negenhoek is 360 gedeeld door 9 is 40 graden. Dus wat hier 72 was, zo, dat is bij een negenhoek 40. Dus we moeten hier ook weer gaan tekenen. Nou, en dan teken ik hetzelfde weer wat ik net deed. Ik begin hier gewoon met een lijn van 3. En dan ga ik hier een hoek op tekenen van 40 graden. Zo, 40 graden. Even kijken. Moet ik wel goed wegleggen natuurlijk. En dit zal niet helemaal precies zijn, want ik krijg dat met mijn passen gewoon niet helemaal precies. Of met mijn geodriehoek. 40 graden. Hier moet ik beginnen met tellen. Want, en als je dat vergeten bent, hoe dat zit met de hoek tekenen, ja, dan moet je echt even dat stukje ophalen, anders ga je dit ook niet snappen. Dit is de M, is het middenpunt van mijn negenhoek. Net zoals hier het middenpunt hier zat. En wat ik nu ga doen, bij een negenhoek werkt het hetzelfde. Deze heb ik nu al getekend. En dan ga ik nu deze hoek tekenen. Deze hoek, die ga ik nu tekenen. Dus 40 graden. 10, 20, 30, 40. Die is wel makkelijker te tekenen, vind ik. Dan 72. Zo. En hoe lang moet die zijn? Ja, 3 centimeter. Dus je kunt zeggen, als je het niet lastig vindt, dan teken je hem gewoon 3 centimeter. En bij mij weet je misschien nog eens iets met 5,7. Dus teken je hem precies al zo op 3 centimeter. Maar ik teken hem even verder door, want ik wil toch graag die passen gebruiken. Dan teken ik hier weer een hoek op van 40. Dan kun je geo gewoon laten liggen, hè? Weer een hoek van 40. Je draait je geo. Hoppa. En dan gaan we zo, oh, weer een hoek van 40. Hoppatee, weer een hoek van 40. Er komt hij weer. Zo, weer een hoek van 40. Kijk, doe ik hem nog goed? Ik twijfel even of ik de hoek al goed heb gedaan. Nou ja, ik hoop het. Weer een hoek van 40, die zit daar. Hoeken lijken niet even groot, maar het moet haast kloppen, want ik gebruik mijn geo. Zo. En zo, ik zet hem even pauze, ga ik zo even helemaal rond. Kijk, en nu heb ik allemaal zo die hoeken van 40 gedaan. Heb je gezien hoe ik dat deed? Hij steeds weer hier een hoek van 40, hier een hoek van 40, hier een hoek van 40. Het zijn allemaal hoeken van 40 graden. Nou, nu lijkt dit totaal nog niet op een negenhoek, want hij heeft helemaal geen hoeken. En hoe doe je dat nu? Nou, ik weet dat één stukje van... zeg maar wat hier van de hoekpunt naar het middenpunt bij die vijfhoek 3 was, zo gaat dit ook 3 zijn. Een eentje had ik al getekend. Dus ik weet, dit is punt D. Nu weet ik dat punt C ergens op deze lijn ligt. Oh wacht, ik heb natuurlijk even een andere hoek, hè? Maar ik doe even om aan te geven, dit was met D. En dan zou punt C ergens hier zijn. Het zal ergens hier zijn. Nou, en hoe vind je dat nu precies? Nou, dat kan op twee manieren. Je kunt zeggen, ik pak daar gewoon mijn geodriehoek voor. En dan meet ik zo precies af. Kijk, deze was 3 hokjes. Dat is bij mij dus die 5,7. Dan zou ik dat hier af kunnen meten. En dan kan ik daar een puntje zetten. Zo. En dan kan ik hier een puntje zetten op 5,7. Zo. En dan zou ik ze zo allemaal 3 hokjes af kunnen tekenen. Wat nu veel handiger is, sowieso bij mij geo. Want bij mij kan ik niet heel simpel 3 centimeter pakken. Maar moet ik 5,7 pakken, omdat dit stukje... 3 hokjes is bij mij niet mooi op mijn geo. Dus 3 hokjes afpassen. Hier 3 hokjes afpassen. Hier 3 hokjes afpassen. Hier 3 hokjes. Hier 3 hokjes. En dan ga je zo overal 3 hokjes afmeten. Maar dat kan
veel eenvoudiger. Dat kan, dat kan. Dan heb je die punt afgemeten, kun je hem tekenen. Heb je die punt afgemeten, kun je hem tekenen. Punt afgemeten, kun je hem tekenen. Maar, en dat zou je hebben, dat is een beetje scheef daar. Maar, het kan natuurlijk nauwkeuriger. En je weet al, de passen staat al klaar. Ik heb het ook al laten zien met die vijf met de passen. Als je nu hier je passer zo opzet, dan zitten precies drie. Deze moet ook precies op drie hokjes zitten, op die lijn. Dus ik zou kunnen zeggen, oké, hier pas ik ook drie af. Dat is een beetje als met die driehoek tekenen, hè? Zo pas ik ook drie af. Hier pas ik ook drie af. Hier pas ik ook drie af. Momentje. Zo, ik vergat hem daarnet te tekenen, zo. En hier dus ook. Maar om iedere keer nu je passen op te tellen en opnieuw weg te zetten, om hier precies drie af te passen, kun je ook zeggen, en dat dus doet dus het boek, kun je ook zeggen, weet je wat, ik teken gewoon heel die cirkel. Want dan heb ik sowieso alle punten die 3 centimeter vandaan liggen. Ja, en dan kun je die vijfhoek tekenen. Nou, wat ik nu ga doen, ik heb hem even wat dunner getekend en ik zie nu dat de mijne niet helemaal, die hoeken zijn denk ik niet helemaal precies. Dat is gewoon, lijkt, maar misschien is het nieuw hoor. En wat ik nu ga doen dus, maar ik heb nog een net plaatje klaarstaan. Ik ga nu dit verbinden, want dit was ook precies 3 en die hoek. Dus wat ik eigenlijk nu gedaan heb, is eerst dus al die hoeken van 40 graden getekend. Al die hoeken zijn 40 graden, die heb ik allemaal zo getekend. Die zijn allemaal, ik zet even tekentjes in van gelijke hoeken. Zijn allemaal 40 graden. Dan weet ik vervolgens, deze is 3. Maar door die cirkel weet ik ook dat dit allemaal 3 is. Dus allemaal 3 centimeter. Die stukjes zijn allemaal even lang. Ja, en dan hoef ik alleen nog maar deze te verbinden. Want daar is die 3. Dit stuk is 3. En dan heb ik mijn regelmatige 9-hoek getekend. Leuk, hè? Kijk, nu heb ik hem natuurlijk in het net klaarstaan. Want ik ken mezelf. Ik weet, oh, dat is Rahannes met dit programmaatje. Hier staat hij het net. En dat is dus eigenlijk het principe. Dus wat doe je hier? Wat doe je als je zo'n regelmatige 9-hoek moet tekenen? Je berekent eerst, wat is de draaihoek van die regelmatige 3-hoek? Nou, één zo'n hoek is 40 graden. Dan, deze kun je vast echt op 3 tekenen. Deze moest 3 zijn. En dan kun je zeggen, nou, dan teken ik zo al die hoeken. Vind je het nu fijn, kun je ook meteen zo 3 afmeten. Hoor. Dan heb je heel je passen niet nodig. He, zo kun je ook gewoon 3 aftekenen steeds als je die hoek hebt gemeten. Dat kan natuurlijk ook, maar ik vind het fijner met de passen. Dat is veel nauwkeuriger. Dus je ook met de passen kunt tekenen. En dan teken je zo een cirkel met straal 3. En dan heb je ze allemaal te pakken en hoef je hem alleen nog maar te verbinden. En hoe meer hoeken in je regelmatig hoek, zo bijvoorbeeld een regelmatig 100 hoek, zal steeds meer op een cirkel gaan lijken. Nou, dit was hem. Ik hoop echt dat je er iets aan had. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!